Dit is de Akinator. Een geest die precies weet waar je aan denkt. Ik denk op dit moment aan SpongeBob. Een personage wat natuurlijk niet echt is, wel een jongen is en hij is niet bekend door een spel. Door dit soort vragen te beantwoorden gaat Akinator raden aan wie ik denk. Alleen gaan we hem vandaag een beetje boos maken. Al heeft Akinator namelijk ons personage geraden, gaan wij liegen en zeggen wij dat dat niet ons personage is. SpongeBob is natuurlijk geen mens. SpongeBob is een dier? Ik weet het niet. Is een spons een dier? Volgens mij wel. SpongeBob draagt natuurlijk ook kleding en hij is niet van Walt Disney. Heeft SpongeBob wat met tanks te maken? Zie je het al voor je? SpongeBob in een tank. Nee, SpongeBob heeft niks met tanks te maken. Hij is wel gelinkt aan de zee. SpongeBob woont letterlijk in de zee. Maakt hij kunstwerken? Nee, dat is zijn buurman Octo. Is hij roze? Nee, dat is zijn beste vriend Patrick. Is hij rood? Nee, dat is zijn baas, meneer Krabs. Welk personage in House of Talent? Nee, oké, nu zit hij er weer erg naast. Woont hij in een ananas? Hij woont in een ananas diep in de zee. SpongeBob SquarePants. Ja, hij woont in een ananas. Is je personage er kennis van je? Nee, je was zo dichtbij. Is het een spons? Nu moet je het wel weten. Je weet het nog steeds niet. Een spons in een ananas. En hij woont in de zee. Dat is alles wat je hoeft te weten. En je moet al weten waar ik het over heb. Heeft je personage lang bruin haar? Nee. Heeft je personage krullend haar? Nee. Ja, het is SpongeBob. Maar oké. We moeten Akinator nu dus boos maken. Dus ik ga zeggen dat het SpongeBob niet is. Maar nu gaan we weer zeggen dat het SpongeBob is, oké? Lacht je personage veel? SpongeBob lacht heel veel. Heeft je personage een YouTube kanaal? Nee, volgens mij niet. Is je personage koning geweest? Nee. Zeg je personage woef? Nee. Is hij geel? Ja. Heeft je personage een vorm van autisme? Nee. Is je personage slecht? Nee. SpongeBob is niet slecht. Hij is ook geen god. SpongeBob is ook geen cowboy. En hij komt ook niet uit de Balkanlanden. Heeft je personage meer dan 200.000 abonnees op YouTube? Nee, want ik weet niet of hij een YouTube kanaal heeft. Maar ja, SpongeBob heeft wel een vierkant hoofd. En SpongeBob is inderdaad niet de slimste. Ik wil het niet gelijk dom noemen, oké, meneer de Akinator. Dat is niet aardig trouwens. Maar ja, wat? Sandy SquarePants, de neef van SpongeBob. Oké, die vind ik wel grappig. Dit is namelijk Stanley SquarePants. Een soort langere versie van SpongeBob. Maar laten we zeggen dat dit niet Stanley SquarePants is. Laten we zeggen dat we nu over Patrick aan het denken zijn. Heeft je personage een blauw pak aan? Nee, Patrick heeft geen blauw pak aan. Hij zit ook niet bij Ethiopia. Hij is super aardig, Patrick. Patrick is alleen niet geel. Hij doet ook niet echt aan wintersport. En ja, Patrick woont alleen. Patrick woont namelijk onder een steen. En of Patrick lui is. Patrick is super lui. Patrick houdt van roze. Patrick is roze. Hij heeft het nu al geraden. Oké, dat was heel snel. Laten we zeggen dat dit hem weer niet is. Hij wordt alleen nog steeds niet boos, de Akinator. Hoe moeilijk is het om hem boos te maken? Oké, laten we zeggen dat we nu over Octo aan het nadenken zijn. Octo van SpongeBob. Superman. Is je personage een worstelaar? Nee. Is je personage bekend dankzij Nickelodeon? Ja. Is je karakter geel? Nee. Leeft je personage samen met een vrouw? Nee. Octo die leeft samen met zijn klarinet. Heeft je personage schubben? Nee, niet dat ik weet. Hij woont ook niet in Zweden. Houdt je karakter van vrouwen? Ik weet het niet. Heeft je karakter iets te maken met roze? Nou ja, Patrick is roze, maar Octo zelf niet. Gaat je karakter vaak hardlopen? Nee, ik zie Octo niet vaak hardlopen. Maar ja, hij leeft wel onder water. Het is geen ster. Dat moet het namelijk Patrick zijn. En is je personage bekend onder zijn volledige naam? Octo Tenta. Ja, hij is bekend onder zijn volledige naam, denk ik. Is je karakter vrouwelijk? Nee. Is Octo rijk? Nee. Is Octo dik? Nee. Is je personage een dier? Ja, het is een soort vis. Zingt je personage in het Spaans? Hola? Nee. Is je personage een vis? Ja. Heeft je personage een beste vriend? Nee. Oh, sorry Octo. Dit is gewoon de waarde waarheid. Heeft je personage een vacht? Nee. Houdt je personage van kaas? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Maar ja, Octo houdt wel van klassieke muziek. Is het een huisdier van een bekend persoon? Nee. Heeft je personage wel eens groot? Nee. Wie is dit? Fred Reddick. My leg guy from SpongeBob. Nee, dat is het niet eens. Maar hij wordt nog steeds niet boos, de Akinator. Is je personage gelinkt met kunst? Ja, Octo is gelinkt met kunst. Komt je personage van het internet? Nee, hij komt uit een tv-show. Heeft je personage een mond? Ja. Heeft je personage tentakels? Ja. Heeft hij een donkere huid? Nee. Is je personage chagrijnig? Ja, hij speelt niet in Monster High. Hij gebruikt geen magie, denk ik tenminste. Hij heeft niet dezelfde voornaam als dat ik heb. Hij heeft
wel best wel grote voeten. Hij is ook heel snel boos. Komt hij uit de fantasiewereld? SpongeBob is op zich wel een fantasiewereld. En hij speelt in comedies. Ja, heeft je personage de oren van een dier? Ja. Heeft je personage met een wagen? Nee. Hij speelt ook niet in een Amerikaanse film. Octor Geldartsen. Rijk persoon uit SpongeBob. Dit is letterlijk de rijke versie van Octo die hij nu raadt. Maar nee, dat is hem niet. Ik dacht van Octo. Heb ik hem nu letterlijk verslagen? Ja, Octo. Ja, ik heb hem verslagen. We beginnen opnieuw. En nu denk ik aan een minion. Is je personage een dier? Nee. Laten we aan een minion Bob denken. Is je personage echt? Nee, helaas niet. Hij komt niet uit een tv-serie, meer uit een film. Minions hebben twee benen. Is je personage bekend door een spel? Nee. Door een film is je personage van het vrouwelijke geslacht? Nee. Hij begint al een beetje boos te worden, de Akinator. Maar hij is wel beroemd dankzij een film. Minions zijn ook super klein. Minions zijn geel. Minions zijn beroemd. Ja, dat ook. Ze hebben een blauw pak aan. Ze komen niet uit Oostenrijk. Ze doen niet echt mee aan veel wedstrijden. Oké, nee, nu ben je weer de hele andere kant op aan het gaan. Houd je karakter van bananen. Minions houden van bananen. Dus ja, dat heeft hij op zich wel. Wat? Heeft het nu al geraden? Maar hij denkt aan een minion. En ik denk precies aan Bob de Minion. Dus op zich heeft hij gelijk, maar op zich ook weer niet. En we gaan hem natuurlijk boos maken. Is hij of zij ouder dan 60 jaar? Dat weet ik niet eigenlijk. Draagt je personage vrouwelijke kledij? Nee. Is je personage Russisch? Nee. Houdt je personage van bananen? Dat had je al gevraagd. Is je personage mee aan Wie is de Mol? Nee. Is je personage dom? Ja, Bob is best wel dom. Is je karakter Nederlands? Nee. Heeft hij maar één oog? Nee. Bob heeft twee ogen. Bob is volgens mij wel Amerikaans. Ik weet het niet zeker. Hij is niet Deen. Is je personage een slaaf? Ik weet niet, Mien staat daar wel een soort van voor, volgens mij. Speelt je personage mee in een film met robots? Weet ik niet of dat er echt in zit. Die vraag heb je net al gesteld. Heeft je personage meerdere hoofden? Nee. Komt je personage voor in de titel van een film? Nou ja, Bob staat niet in een titel, nee. Is je personage een buitenaards wezen? Nee. Ja, heeft het geraden, King Bob? Wat, dat had ik niet verwacht. Oké, Akinator, dit heb je goed gedaan. Klik op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan. Die moet je gezien hebben.